jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief, wil niet even langer blijven? Dan leg je er gewoon een meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Die veel beloven en niks doen, dat is niets voor mij. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Kijk eens Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. Bekende omgeving, ja, u ziet de omgeving niet, maar ik kijk prachtig theater De Stoep in Spijkenisse, gemeente Nissewaard. U ziet het, grote zaal, de oneven en de even rijen, naar links en naar rechts. Uiteindelijk komen ze allemaal in het midden, komen ze terecht en kijken ze naar het podium. En daar gaat deze aflevering over, het podium. En wie staat er op het podium? Op 6 februari, volgend jaar, maar dat klinkt ver weg, maar is dichterbij als dat u denkt. Astrid Nijg. De minder jonge mensen onder ons weten direct wie Astrid Nijg is. De jonge mensen die denken van, wie is dat? Moet je even googlen. Of in ieder geval even kijken naar het interview. Wat Roel van Deursen aan het filmen is. En ik samen met Astrid Nijg ga bespreken. Dag Astrid. Dag schat. Ah, dag schat. Wij kennen elkaar al. Ik heb al bij jou in de talkshow gezeten. In Rotterdam was dat toch, hè? Ja. Ja. En dat vond ik erg leuk. En daarom zeggen we gewoon dag schat. Nou, ik vind het geweldig. Zo word ik niet vaak word ik begroet. Dag schat, ja, als ik thuis kom, maar met een bos bloemen. Oké, we gaan met jou lekker even bomen. Over jouw optreden hier op 6 februari 2024, Theater De Stoep. Astrid, ja. 6 februari, ik heb het al een paar keer gezegd. Trek je hierop in de grote zaal. Ja. Astrid Nijg, voor de paar mensen die niet weten precies wie Astrid Nijg is. Wie is Astrid Nijg? Waar ben je geboren? Wie was je vader en moeder? En wat zijn je ambities in de richting van je 100ste jaar? Oké, ik ben geboren in de hoofdstad van dit land. Piep. Gewoon Amsterdam, daar ben je trots op toch? Ja, nou ik heb er niet lang gewoond. Als kleine baby zijnde gingen we al verhuizen. Dus ik weet weinig van Amsterdam af. In 1949. En een leuke jeugd gehad. En uiteindelijk gaan zingen. We gaan heel snel natuurlijk nu. Hè. Eerst braaf naar school gegaan, toen gaan zingen. En uiteindelijk ook nog een keer een succes geboekt. En dat was eigenlijk mijn eerste plaat die ik uitbracht. Die werd meteen een hit. En het was een lied, beste kijkers, jonge kijkers. Dat was het verhaal van een prostituee. Die vertelde haar over haar werk. En dan zei ze altijd van, ja, wat je ook van mij zegt. Even voor de Rotterdammers, prostituee is gewoon hoer. Hè? Dat u dat wel weet, dan maak het niet te moeilijk. Ja, ik heb het woord prostituee me toegeëigend. Omdat ik het woord hoer vind ik toch een te veel scheldwoord. En ik wil dat niet aan de dames wil ik niet zo noemen. Maar in ieder geval, die vertelt haar levensverhaal. En dan zegt ze elke keer, kan me niet schelen wat jullie ervan zeggen. Maar ik doe wat ik doe. En ze vertelt ook echt heel uitgebreid over wat ze allemaal met haar klant eventueel zou kunnen doen. Als hij er wat bij zou leggen, want zo gaat dat dan of zo ging dat dan. Nou ja, en dat is dan de hit geworden. En eigenlijk heb ik nooit een grotere gehad. A cappella, hoe gaat dat, de eerste tonen? Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Ja, dat was hem. Dat was hem, hè? En ja, uiteindelijk refrein, ik doe wat ik doe. Ja, ja, ja. Ja, tuurlijk, ja. Want ik vraag er ook niet aan jou waarom je het hier doet en niet met je vrouw. Ja. Ach, kom nou. Ja, Astrid, nu in Spijkenisse, Theater De Stoep. Ja. Wat kunnen dadelijk, zeg maar, de mensen die naar theater komen, grote zaal, wat kunnen ze verwachten van je? Ik zit 50 jaar in het vak. Als zangeres, als componist. En soms ook als tekstschrijver. Dus er komt eigenlijk een heel overzicht van wat ik allemaal gedaan heb. Wat ik voor mezelf heb geschreven, maar ook wat ik voor anderen heb geschreven. Gerard Cox of Adèle Bloemendaal, Connie Stewart. Nee, sorry, Connie van der Bos.
Ik weet, ja, heel veel. Dus, of zelfs André Hazes, ja, ook nog, ja. Dus, en ik vertel dus over mijn leven is de muziek. Ja, over je leven. Hè? Dus je staat eigenlijk echt onsteeds eigenlijk naakt. Naakt met kleding aan. Want je vertelt wel alles wat er is gebeurd. Je huwelijk met Lennart Nijg. Alles wat daarvoor is gebeurd. Je contacten met Boudewijn de Groot. Wat heel leuk is overigens. Ik weet niet of je het al weet. Maar in de top 2003 staat als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. Ja, ja. Heeft Lennart, jouw ex-man, die ook geschreven? Ja, ik geloof dat deze wel, ja. Hij heeft bijna alles voor Boudewijn geschreven. En voor Ramses Shaffy en Lisbeth List en zo. Dus, Boudewijn die maakte altijd de muziek bij de teksten van Lennart. Totdat hij op een gegeven moment zei van, ja, ik heb geen inspiratie meer. Ik zit bij leeg. En toen zei Lennart tegen mij, zou jij wat willen maken van de muziek? En dat heb ik gedaan. En dat was de eerste opdracht, een stuk voor Adèle Bloemendaal. En toen men was tevreden, dus ik kreeg steeds weer opdrachten. Maar ik zong nog niet, want Lennart wilde dat niet. Hij vond het niet leuk als ik zangeres zou worden. Terwijl ik potverdorie een opleiding heb gehad, van heb ik met jou daar. Maar dat even terzijde. Uiteindelijk na de scheiding ben ik gaan zingen. Waar komt dat keurige accent vandaan? Want bij jou hoor je inderdaad niet of je uit 020 komt. Zeker geen 010 doorheen. Het klinkt bijna Wassenaar-achtig. Nou nee, Wassenaar, dat is echt een beetje dit natuurlijk. Hè? Nee, dit is gewoon algemeen beschaafd Nederlands. En dat heb ik vooral tijdens mijn zangopleiding bij Beb Ochterop heb ik dat geleerd. Die zei altijd, elk woord moet te verstaan zijn. En daar waren echt hele prachtige regels voor. Ik vond het heel interessant. En inderdaad, het is zo, je bent beter. Dus je communiceert beter enzovoort. Ja, ik geniet ervan. Ja, je woont al een hele poos samen met een hele lieve vriendin in Spijkenisse. Ja. Nou, Spijkenisse heeft ook een accent. Spijkenis, geloof ik, heet dat. Daar zijn ze nu onderzoek naar aan het verrichten. Maar daar kunnen we jou nog niet op betrappen. Hè? Je bent nog goed te verstaan, want oude Spijkenissenaars, ja, dat is soort Markelo aan zee of zo, geloof ik. Jazeker. Oh, ja. Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Hoe krijg jij al die Spijkenissers en mensen daarbuiten straks binnen in die zaal? Waarom moeten ze naar jou toe komen? Omdat ik heel veel te vertellen heb. Ik ben ongelooflijk recht voor zijn raap en daar houden ze hier ook heel erg van. Het is prachtig materiaal. Heerlijke muzikanten. En ik hoop jullie een ongelooflijk fijne avond te geven. Het moet zo zijn dat we na afloop het gevoel hebben, goh, we zijn samen geweest. Snap je? Ja. Dat, niet sentimenteel, zo bedoel ik het niet, maar wel van, wat hebben we het lekker gehad met z'n allen. Ja. Ja, het is een beetje terug in de tijd. Maar voor de mensen die daar geen weet van hebben, is het eigenlijk gloednieuw. Dan maken ze echt wel kennis met de oude / nieuwe Astrid Nijg. Want heb je ook nieuwe nummers? Ja, nou toevallig, per ongeluk was dat, weet je, dat ik jou dat stuk toegestuurd heb. Ja, ik vond het overigens prachtig. We hebben dit niet voorbereid, maar ik begrijp dus nu dat het per ongeluk was. Zit dat nummer in de show? Ja. Nou, dan moet u zeker komen kijken. Het is zo bluesy. Ja, het gaat over grensoverschrijdend gedrag op het werk. En dat is weer naar aanleiding van een interview wat ik hoorde op de radio. Waar een mevrouw werd geïnterviewd van 53 was ze. En die werd ontslagen omdat ze niet toegaf aan de avances van meneer de directeur. En ik werd zo pist op. Dus ik denk, ik ga erover schrijven meteen. Klets. En nou, ik zal je niet vertellen hoe de tekst is, want die moet je echt komen luisteren. Maar dat ligt er niet om. Want ik scheld die man echt voor rot. Ja. Oh, dat is... Ja, daar ging heel even de nette toon. Maar jij staat niet alleen op dat grote podium. Je hebt muzikanten bij je, want het is allemaal live. Hè? De muziek, niks met een band, maar met een band. Nou, band, piano en piano, gitaar en drums. Dat is het. En ik met de gitaar natuurlijk ook nog. De gitaar zit aan mij bijna vastgegroeid. Dus dat gewoon een hele kleine bezetting in een grote zaal.
een huiskamerconcert als het ware. Als je een klein beetje je oogjes dichtknijpt, want het blijft die grote zaal natuurlijk. Die helemaal vol moet komen, dames en heren. Want kom vooral. En de kaartverkoop loopt snel. Dus snel naar de kassa van Theater De Stoep. Of kijk eventjes op het programma, op de agenda. Want ja, als je hier niet naartoe gaat, dan ga je echt wat missen. En ik ben, zeg maar, ervaringsdeskundige. Astrid, je bent in de talkshow op Zuid geweest bij Roel Pot en mij in Theater Zuidplein. Ja. Ja, dat was eigenlijk min of meer een soort voorproefje. Hè? Ja. Een hele poos geleden was het, 2-3 maanden geleden. Ja, zoiets. Ja. Maar toen was je al bezig met het idee van een theatertournee. Ja, klopt, ja. Toen was ik al het materiaal aan het verzamelen. Kijk, je moet niet vergeten, 50 jaar is een hoop. Echt wel. En wat ik ook grappig vind, is dat ik dus soms voor mensen heb geschreven, dat wil zeggen, een iets wat elitaire kant. Maar ook gewoon een volkszanger, zoals André Hazes. En dat vind ik ongelooflijk leuk. Dus, en echt van alles. Ja, dat is de mogelijkheid van als je een beetje muzikaal bent. En een beetje last hebt van creativiteit. Ja, jouw leeftijd, wil je die verraden? Je hebt het geboortejaar al aangegeven. Ja, ik ben er heel trots op dat ik in 16 april volgend jaar word ik 75. En dan ben ik trots op, ik ben blij dat ik het gehaald heb. Jij treedt ook met regelmaat op in zorginstellingen, huizen, waar natuurlijk jouw muziek ook nog eens een keer een soort geneesmiddel is. Hè? Want ja. Mensen weten dan, ze hebben een herkenning, ja. Jij begint te zingen, al die oude nummers. Ja. En dan krijg je bijval, hè? Inhaken, rolstoelpolonaise, ja, weet ik het allemaal. Oh, dat is prachtig om mee te maken, vind ik echt heel mooi. En inderdaad, ik heb al meegemaakt dat iemand die praatte bijna nooit. En ineens begon hij te praten, te zingen. Nou, dat is, dat gaat er echt wat door je heen. Ja hoor. En ik ben blij ook dat mijn stem het nog zo lekker doet. Want dat is wel een wat heel veel collega's van mijn leeftijd last van hebben. Dat ze de stem niet meer hebben. Kijk, als ik zo praat, dan klink ik hees. Ja, omdat ik lekker gezellig en warm met jou zit te babbelen. Maar als ik zing, dan zing ik. En dat vind ik lekker. Ja. Nou, de meter slaat uit bij Roel op het geluid. Oh ja, nog even over die stem. Het is een contra-alt. Dat komt 1 op de miljoen voor. En in de jaren 30, zullen de oudere kijkers wel weten, de jaren 30, 40 was er in Duitsland een zangeres, Sarah Leander. Wonderbaar, wonderbaar. Daar ga ik ook een paar stukken van doen. In de vertaling van Lennart Nijgen uiteraard weer. En ja, dat zeg ik, het is een hele bijzondere stem. En ze herkennen me altijd. Ik ben er heel erg blij mee. Het is eigenlijk een soort vergissing van de natuur. Maar daar heb ik wel meer last van. Nou, ik kom net terug bij Sandy Struijs, die heb je ook in de talkshow ontmoet. Ja. Die heeft ook een lied van jou op haar repertoire staan. En ze zegt, dat is een van mijn moeilijkste, een van mijn leukste, maar ook een van mijn moeilijkste liedjes. Want die stem, doe je hem niet na, maar heeft ook te maken met octaven, hoog, laag. En het bereik van de stem. Ja. Mijn stem heeft een aardig groot bereik. En het nadoen zou ik niemand aanraden. Er zijn ook mensen die allemaal als een soort van André Hazes door het leven gaan. Dan denk ik, donder toch op, daar was er maar één. Ja. Klaar. Sandy doet het ook niet na, hè? Maar nee. die doet het op haar eigen manier. Ja, interpretatie. En, ja, interpretatie. Ja. Goed, heb jij nog iets op je leven dat je zegt van, nou, dat wil ik de kijkers van de Botlek TV Link Media meegeven? Als ik een commerciële vrouw was, dan zou ik zeggen, jongens, kom allemaal naar het theater. En dat ben ik ook. Nee hoor, van harte welkom. En na afloop lekker babbelen met elkaar. Ja. Nou, kijk eens Botlek TV Link Media, 6 februari. De kassa is al geopend, elke dag vanaf 2:30 hier in De Stoep in Spijkenissen. Je kan natuurlijk ook bellen of bestellen via de site. Wij maken gewoon graag reclame, niet zozeer voor het programma, maar voor de mens achter de zangeres, Astrid Nijg. Echt een, mag ik het zo zeggen, een tof wijf. Die met heel veel mensen zelf ook een gevoel heeft. En dat gevoel ook weer deelt met het publiek. Ik zou zeggen, kom lekker naar De Stoep.
hier zo, een warm theater met een warm mens. Dankjewel, Astrid Nijg. Graag gedaan. Tot ziens.